Een publieksvraag. Een meneer Tom Bal uit Niel. Goedenavond, meneer. Ja, mijn vraag is eigenlijk aan het panel. Nu met het autosalon dat eraan komt. Blijkbaar heeft een marktonderzoek uitgewezen dat meestal de vrouw is die beslist welke auto er gekocht wordt voor een gezin. Mijn vraag is nu eigenlijk, welke argumenten moeten die autoverkopers op het salon gebruiken om de vrouw van die auto te overtuigen? Om die vrouw van de auto te overtuigen? Ja, om de vrouw, okay. Overtuigen. Okay. Rob, jij die geen auto hebt en wel een vrouw. Waar heb je die gekocht? Ja, dan heb ik mij vergist. Ik kwam ze vorig jaar tegen op het autosalon. Maar het was wel een vorig model, hè. Laten we denken aan de... Voor de mannen is de buitenkant belangrijker. En voor de vrouwen de binnenkant. Dat is in alle opzichten zo... Echt waar, dat kan je op alles toepassen. En dat geldt ook voor de auto. De man vindt de buitenkant belangrijk, de vrouw de binnenkant. Wat kunnen we aan de binnenkant van de wagen verbeteren om de vrouw te verleiden hem te kopen? Hij moet om de 28 dagen binnen. Voor een goed onderhoud. Olieverlies. Olieverlies. Ja, is waar. Dan kunnen we misschien iets instoppen. Ja. 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 Met een koordje, dat je het niet vergeet. Ja. Er weer uit. Ja. Dat vind ik wel. En misschien toch iets of wat verbergen dat je aan een auto niet kan zien dat hij juist olie verliest op dat moment. Ja. Dat is toch een beetje een privézaak, vind ik. Onder de motor een draaiwief bovenlaagje. Ook de achteruitkijkspiegel, binnenin. Mag hem... Gewoon de vooruit vervangen door een spiegel. Voilà. Ja. De airbag moet lipstick absorberend zijn. Ja, en de veiligheidsgordel ook met van die clipjes. Dat is dus ook aan het uitmaken, ja, ja. De kilometerteller? Dat is te moeilijk. Maar auditief bijvoorbeeld? Dat dus dat zou een computerstem zegt... Oh, 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 oh. Te snel, te snel, te snel, te snel. Te traag, te traag. Te traag, te traag, te traag, te traag. Sorry, ja, dat is altijd. Ja. Kilometerteller mag ook maar gaan tot 27. Zoals de leeftijd. Ben jij veranderd? Vroeger was het tot 13. Meneer Bal? Ja? Bent u er al wat over? Ik denk toch dat ik mijn vrouw zondag zal sturen. Ja, oké. Okay. Ik zie ze daar dan wel. Yep. Hartelijk dank, meneer Bal.